Op het moment dat u naar deze reportage kijkt, is RTV-logo verhuisd van de Mauritsstraat naar de Klinker. We nemen u mee terug naar het traject hoe dat verlopen is. Benno en Albers, voorzitter van RTV Logo. Op dit moment zijn we bezig met de voorbereidingen voor de verhuizing naar de Klinker. Dat is niet van de ene dag op de andere gegaan. We zijn veel later dan de andere partijen. Vertel eens wat er eigenlijk allemaal voor hobbels op de weg waren. Het belangrijkste was dat wij geen duidelijkheid hadden over de financiën. Wij komen uit de oude Klinker, dat weten we allemaal. We zijn verhuisd naar de Mauritsstraat. We hebben tijdelijke huurcompensatie van de gemeente. We wisten niet wat de nieuwe huurpenning zou worden in dit pand. Dus dat hebben we uit moeten zoeken. We hadden nog vorderingen staan op de oude Klinker. Ook ten compensatie van de huur. We wisten niet wat precies het budget was waar we mee konden verhuizen. Want je moet tijdens zo'n verbouwing toch geld hebben. Of gereserveerd hebben om de verhuizing te doen. Dat is wel een technisch bedrijf waar we voor werken met elkaar. Die kosten zijn hoog. Nou, dat soort zaken hebben we moeten uitzoeken. Dat heeft een hele tijd geduurd, ook in gesprekken met de gemeente. Björn Brouwer, hoofdtechniek van RTV Logo. Ja, spannende week, want we zijn nu begonnen daadwerkelijk de spullen over te brengen qua techniek hier naar de Klinker. Wat moet er allemaal gebeuren? Ja, er moet heel veel gebeuren. Alle audio- en videobekabeling moet in dit pand getrokken worden. Alle andere faciliteiten waren al voor ons aangelegd. Dus daar zijn we nu heel druk mee bezig. Wordt nu toch niet zo dat wij als RTV Logo straks alleen maar voor de huur aan het werk zijn? Nee, de huur, dat is niet eens het grootste kostenpost. Maar de organisatie, dit zijn toch wel dure organisaties. Als we kijken afgelopen jaar hoe weinig er vervangen is aan apparatuur. Hoe lang jullie al werken met dezelfde apparatuur. Ja, dan moet je er ook rekening mee houden. Je moet ook kijken naar de scholing van je mensen. Als je goede programma's wil maken, moet je toch scholing kunnen aanbieden. Dat budget was de afgelopen jaren denk ik niet, of ook heel weinig aanwezig. Kunnen wij op dit moment nog ergens een beroep op doen? Op de bevolking, op ondernemers uit Winschoten of anders? We hebben op het ogenblik een acquisitieteam rondlopen in Oldambt, gemeente Oldambt. Ik denk dat die aardig goed bezig zijn. Die halen al een aantal sponsoren binnen. We hebben een aantal ruimtes hier binnen dit pand die we aan sponsors kunnen aanbieden. Dus van de drie ruimtes hebben we er nu twee een sponsor voor gevonden. Als er een derde zich aanmeldt of gevonden wordt door acquisitieteam, is gewoon welkom. Ik zie een stijging van het aantal reclame-uitingen. Dat levert ons ook weer geld op. We hebben in september een grote actieweek. Ook zeker met in de aanloop naar de run, de week van de run. Na de run krijgen we dus de opening van de Klinker. We zijn zelf natuurlijk hier huurder in het pand. Kijken ook in die week weer acties op te starten. Een super bingo is de gedachte. Een uitzending over top 1000 van de jaren 60. En daar hoop je natuurlijk ook weer sponsoren en andere liefhebbers aan te verbinden. Volgens mij zijn we ook bezig met om te komen in de Guinness Book of Records. Met een aantal plaatjes per uur uit te zenden. Het is natuurlijk ook een uitdaging om ons te laten zien aan de lokale bevolking. En hoe meer wij ons daarin kunnen laten zien, dan hoop ik ook dat er mensen zijn van buiten die zeggen, God, ik wil wel meedraaien bij jullie. Want we hebben altijd behoefte aan voldoende medewerkers. Van verslaggevers, cameramensen tot technici.